welkom bij mijn YouTube kanaal Vos Teven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog, laat een comment achter in de reacties. Ergens hier in deze video komt ook de shout-out van YouTube, van mijn TikTok-account, dus ik ga speed een shout-out nemen en die komt er dan in. Wat ik dus ga over vertellen is eigenlijk mijn pestverhaal. In mijn vorige school, vroeger was ik eigenlijk een beetje een dikkertje. En daar werd nogal mee gelachen en gepest en zo. En dan op een duur zijn ze me eigenlijk beginnen uitschelden en uitdagen. En voelde ik me eigenlijk iets minder goed in mijn vel. Natuurlijk, dan kwam er ook nog eens bij dat ik op jongens viel. Dan begonnen ze me daarmee uit te lachen. En met mijn dikker, dat ik dik ben, daar begonnen ze mee uit te lachen. Dan ben ik naar deze school verhuisd, waar ik nu zit, in Piosterlo. En dan werd ik in het begin eigenlijk ook gepest, niet door mijn klas of niet door andere klassen, maar wel door een bepaalde klas, waar dan een paar leerlingen zaten die mij nogal uitlachen. Ten eerste wat ik ook wil zeggen, disclaimer, jongens die op jongens vallen, daar is niks mis mee. Maar ik werd dus gepest omdat ik op jongens viel en omdat ik ook dik was. En toen voelde ik me weer slecht in mijn vel, dus al twee scholen waar ik slecht in mijn vel voelde. Dan hebben ze eigenlijk mij, want dat was een leefgroep, dat ik me ook, dan begonnen, zat ik in een leefgroep en begonnen ze me daar ook eigenlijk te pesten. Deze dingen van mijn stuk. Ze hebben me zelfs met een Swiffer stuk gedaan, waar ik eigenlijk nog altijd niet goed gezind in ben. Maar ja, het is gebeurd. Ik heb een nieuwe gekregen en dat is het belangrijkste. En dan zijn ze eigenlijk me beginnen pesten en heb ik eigenlijk heel vaak in een time-out gezeten, omdat ik het eigenlijk heel moeilijk had. Ik werd gepest, ik kon mezelf niet meer onder controle houden. En dan hebben ze gezegd, Steve, we gaan nu naar een andere leefgroep verhuizen, waar je op je gemak kunt zitten. En waar ik nu zit, zit ik ook letterlijk echt op mijn gemak. Ik heb een leuke klas, ik zit op mijn gemak. Ik heb mijn YouTube-kanaal, ik heb mijn TikTok. Ik hou mij wel bezig. En waar ik nu zit, ben ik eigenlijk heel blij. Ik zit in een leuke klas, ik zit in een leuke leefgroep, waar ik eigenlijk mij echt op mijn gemak voel. Waar ze mij niet uitlachen, mij niet uitdagen. Ik voel me hier echt op mijn gemak. In ieder geval, dank voor het kijken en tot de volgende keer.